Welkom bij Experts uit de Kleren. Vandaag zit ik met Kees Krijveld en we hebben het vandaag over ChatGPT. En je hebt daar een boek over geschreven, Productiever met ChatGPT. Ja, waarom heb je dat boek geschreven eigenlijk? Klopt, Nico. Ik heb een boek geschreven over ChatGPT. Dat heb ik gedaan omdat ik heel enthousiast ben over de techniek. Mm-hmm. Enthousiast over dat je met een paar woorden input echt een behoorlijke output krijgt. Je kunt heel veel dingen genereren. En de eerste keer dat je dat doet, dat ik het deed, was ik echt verbaasd over hoe krachtig het is. Met hoe je met een paar woorden input een heel stuk tekst eruit kunt krijgen. Of een heel mooi plan of heel veel dingen. Dat heeft me heel erg geholpen. Daar was ik gelijk heel enthousiast over. En hoe is dat gegaan dan? Want was jij gewoon, hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen? Ja, ik heb dat een keer online in een filmpje gezien. Toen was het nog niet in de ChatGPT interface die het nu is. Maar was het nog een beetje een soort meer open source beta omgeving, zal ik maar zeggen. En daarin kon je dus al, toen was het vooral nog goed in het Engels. Hè? En later is het ook heel erg goed in het Nederlands geworden, zal ik maar zeggen. Daarmee kon je dat dan gewoon een beetje rudimentair experimenteren, zeg maar. Dat is heel erg leuk van, nou, gewoon ook gewoon creatief, hè? Niet per se de toepassing van maak een verhaal, zorg dat dit erin zit. Ja, en ja, je verbaast je, het zit er gewoon in, weet je wel. Het is gewoon een heel krachtige tool voor vooral creatief schrijven. Dat is wel echt tof om te zien. En je hebt zeg maar gekozen om dat boek te schrijven. Maar voor wie wilde je dat doen en wat wilde je daarmee bereiken? Ik wil dat heel erg doen voor de mensen die er wel eens van gehoord hebben, mm-hmm. maar die het eigenlijk niet zo goed kennen. Dus die dat wel eens in een talkshow zien of op dat congres. Gaat het nou weer over AI? Maar in één keer gaat het over machine learning, gaat het over big tech, gaat het over data gedreven. En die mensen denken, joh, waar gaat dit nou nog over? Gaat dit nou nog over mijn werk? Of is dit iets wat een IT-ontwikkeling is? Die denken dat is voor de nieuwe generatie. Ja, dit niet is niet meer voor mij, ja. Weet je. Wat moet ik hiermee? Terwijl eigenlijk is mijn doelstelling heel erg geweest, juist die groep die het nog niet zo goed kent, die het al wel heeft horen rondzingen, die bij wijze van spreken 2 of 3 collega's heeft, die daar wel wat mee doen, maar daar niet helemaal de vinger achter krijgen, om die groep A een beetje nieuwsgierig te krijgen, maar ook gewoon B echt bij de hand te nemen. Van hoe doe je dat? Waar kan je dat dan vinden? En wat zijn handige dingen om te doen? En als je dan kijkt naar werk in Nederland, hoeveel procent denk je uit de gok weg, misschien weet je het wel, data van gebruikt het nu al in zijn werk? Er is een onderzoek van Kaspersky die zegt dat inderdaad 30% van de mensen dat al gebruikt. Dat is een onderzoek uit Q2. Ik ken dat hele onderzoek niet uit mijn hoofd hoor. Maar dat vind ik ook jammer. Ja, jammer. Ik geef ook wel eens lezingen erover. Laatst was ik ergens, dan vraag ik gewoon van wat is... wie van jullie heeft een account van ChatGPT? Nou, dat steekt gemiddeld zo'n beetje in mijn doelgroep. Misschien ook een voorbereiding of wat. Iets meer dan de helft steekt aan zijn hand op. Ja, weet je, we hebben een account. En mijn volgende vraag is dan, dat is wel interessant ook zakelijk gezien. Wie heeft dat op het account van zijn werk? Ja, dan zijn er al heel wat meer handen die naar beneden gaan. Hè? Ja, dus een enkelingetje heeft het eigenlijk maar met zijn werkaccount aangevraagd. En wie gebruikt het wel eens voor het werk? Dat is dan weer dezelfde vraag. Nou, dan zie je dat ongeveer al die handen weer omhoog gaan. Dus dat is wel grappig dat mensen het nog lastig vinden om het echt 1 op 1 aan hun werk te verbinden. Dat roept ook wel vragen op. Welke vragen roept dat bij jou op? Nou, hoe gaan bedrijven en werkgevers om, zeg maar, met deze technologie? Want de volgende vraag die je dan natuurlijk kunt gaan stellen, jongens, welke afspraken hebben jullie over het werk, over het gebruik van ChatGPT? Dan gaat hetzelfde onderzoek van Kaspersky ook weer over. Nou ja, dat is heel verschillend. Je ziet de grote bedrijven hebben eigenlijk gelijk gezegd, deur dicht, luik dicht, nee, dat snappen we niet. Serieus? Niet gebruiken. Ja, je ziet heel financiële instellingen, dat soort dingen, die zeggen, ja, wij weten dit even niet, via onze service even niet gebruiken. Ja. En niet helemaal onbegrijpelijk hoor. Want ja, uiteindelijk, dat is dan bijvoorbeeld een van de dingen waar je wel over na moet denken. Wat je invoert in dat systeem. Ja, wordt ook in de learning. Ja, dat gaat mee in de learning inderdaad. En welke gegevens wil je dan wel of niet invoeren? Daar moet je eigenlijk als bedrijf goed over nadenken. Welke afspraken maak je daar nou over? Wat mag je nou wel en niet doen? Wat zijn bijvoorbeeld prompts? Hè? Prompts zijn die zinnetjes, die opdrachtjes die je kan geven aan ChatGPT. Welke mag je nou gebruiken? Welke niet? Hoe ga je om met klantgegevens? Mogen die erin? Nee, natuurlijk niet. Hè? Je kunt niet je klantgegevens erin pompen. Dat is... Nou, in feite heb je te maken met een datalek. Of in ieder geval, je bent de controle kwijt over die gegevens. En zo zijn er wel dingen waar je echt over na moet denken. Ja,
interessant. En dan wordt het gelijk, komt er een nieuwe technologie en dan gaan we het gelijk complex maken. Ja, jammer hè, jammer hè. Ja, ja, wat ik heb gedaan in het boek, Nico, is ik heb eerst wel eens uitgelegd in deel 1 van waar komt het vandaan? Hè, hoe werkt dit? Wat is überhaupt AI? En het is natuurlijk heel lang een science fiction concept geweest. En eigenlijk pas later is dat echt ook in de jaren 90 met die schaakcomputers en later met allerlei... big data en dat soort toepassingen. Nou ja, waar we nu staan in 2023. Dat toch een systeem waar je heel behoorlijke interactie mee kan hebben. Die dus echt kan helpen in je werk. Ja, het is een best breed veld. Hè. AI, dat kun je ook van zelfbesturende auto's of in de landbouw. Er zijn heel veel verschillende toepassingen. Dat is allemaal hartstikke leuk. En ja, dit is eentje die iedereen gewoon zo plug in zijn eigen wereldje kan gebruiken. En dat is wel echt nieuw, zeg maar. Ik bedoel, dat er iets van zelfdenkende machines zijn, dat is niet zo nieuw. Maar dat jij gewoon direct toegang hebt tot iets wat best wel geavanceerd kan nadenken en een deel van jouw taken kan overnemen. Ja, dat is wel het revolutionaire draaien, ja. Dus dat, en waar dat dan vandaan komt, staat eigenlijk in dat eerste deel. En dan in deel 2 gaat het super praktisch worden. We hebben gewoon 15 functies opgeschreven. En dat is gewoon van wat kun je doen om, nou ja, ChatGPT op jouw werk nuttig te maken. Van samenvatten, creatief schrijven. Dus dit zijn wel leuk om even bij stil te staan, want het zijn dus 15 functies. Ja. Let's go. Wat is de eerste functie? Ja. Dan wordt het wel echt een overhoring. Nee, weet je, dat is leuk. Want het grappige is, er is dus geen formele lijst, hè, van wat nou de functies zijn. Okay. Als je gaat googlen, wat zijn de functies? Ja, daar kun je over discussiëren. Je ziet, het wordt best wel veel gebruikt in... tekstschrijven. In tekstschrijven, maar ook in programmeren. Ja, hulp met code checken. Ja, code checken, code genereren, allerlei programmeertalen. Daar is het heel erg goed in. En dat was volgens mij de groep die er als eerste echt van begon te profiteren. En later pas eigenlijk de tekstschrijvende beroepen. Maar ja, om te beginnen, wat vroeger in Google gebeurde, kun je ook voor een heel goed deel in ChatGPT kwijt. Dus het fact-checken, dat is eigenlijk de eerste functie die je erin vindt. Ja, dat vind ik interessant. Ja, waarom vind je dat interessant? Nou ja, kijk... dingen die in de database staan van ChatGPT zijn niet per definitie waar. Nee, dat klopt. Dus je kunt misschien vragen van wat zijn de bronnen en waar komt iets vandaan en wat is tot stand. Maar wat is dan je kunt niet aan ChatGPT vragen, is dit waar? Nee, je kunt dat wel vragen, maar dat is maar de vraag of je dan een goed antwoord krijgt. Dus hoe interpreteer je dan fact-checking daarin? Ja, dat is een goeie, want kijk, uiteindelijk zijn de... andere zoekmogelijkheden hebben ook nadelen. Dat moet je ook realiseren. Hè? Google, als het in Google staat, is het ook niet waar. Nee, als dat in Facebook is wat staat, is het ook niet is waar. Is het ook sowieso niet waar. Nee. dus dat is goed om te realiseren. Maar ja, dat klopt. Hè. En er is nog een ander nadeel, wat we hier even niet noemen, is dat het vaak ook een release datum heeft. Hè. Want er zijn bepaalde dingen die dus nog helemaal niet in ChatGPT zijn opgenomen. Want aanvankelijk was de training, geloof ik, tot september 21. Inmiddels hebben we een stapje bijgezet tot januari 22. Maar oorlog in Oekraïne, hij weet het niet, hè? Dat is na die tijd gebeurd. De Queen, die is er gewoon nog. En zo zijn er een paar andere voorbeelden dat je denkt van ja, dat is natuurlijk gevaarlijk als het gaat om fact-checken. Waarom ik het toch een hele goede functie vind, is omdat je wel veel specifieker antwoord krijgt op je vraag. Dus je kunt, op het moment dat je wilt weten, wat is dat voor plant? En hoe kun je er goed voor zorgen? En binnen welke familie van planten welke rol neemt hij daarin op? En hoe kun je er het best voor zorgen? Dan krijg je daar gewoon een goed en uitgewerkt antwoord over. Terwijl als je dat in een standaard zoekmachine, bijvoorbeeld een Google, stopt, ja, dan zul je toch je antwoord bij elkaar moeten gaan rapen. Ja, die gaat ook niet de interactie aan. Die zal ook niet de verdiepende vraag stellen. Oké, maar welke temperatuur heb je die plant staan? Of de extra informatie... vragen benodigd om je vraag te beantwoorden. Ja, precies. En als je zegt, oh, wacht trouwens, en ik woon in een huis van glas in de Sahara, dan kan hij daar heel goed op inspelen, terwijl Google dat heel erg lastig vindt. Of in ieder geval, die is daar niet op toegerust, laat ik het zo zeggen. Ja, dus überhaupt, als je dingen zoekt, of dat nou fact-check is of iets anders, informatie vergaren, dan is de nieuwe manier van een interfacing hoe je tot data kan komen. Nou zeg ik het voor onze... Ik moet even uit mijn rol als in het bedrijf stappen. Ja, ik ben een podcast aan het maken. Ja. Maar, nee, maar dat is goed. Je moet het juist toepassen op je eigen situatie. Dan denk je erover na. Tuurlijk. Dus als je een vraag en antwoord wil zoeken, dan is het eigenlijk een efficiëntere oplossing als tooling dan
Ja, Google. Het is vaak efficiënter, sowieso beter. En ja, wat je zelf al een beetje aangaf gelijk, waar komt het vandaan? Dat kun je gewoon vragen. Leg maar uit hoe je tot het antwoord komt. Dan komt daar een onderbouwing bij. En dan kun je alsnog die bronnen gaan checken natuurlijk. Maar ja, dan heb je in ieder geval een geconstrueerd antwoord bestaande uit meerdere bronnen die je dan ook nog weer kan nagaan. En dan kun je zelf gaan kijken, wat vind ik hier zelf van? Je moet altijd je verstand blijven gebruiken, maar dat blijft. Dat is helaas nog niet opgelost. Dit is een voorbeeld van een functie, weet je. En andere hele belangrijke, denk ik, voor het doorworstelen van grote tekst, is samenvatten. Hè? Ja. Of dat nou in het Engels, in het Deens of het Chinees is. Hè? Lees dit voor mij door en geef me in 100 woorden, 100 is misschien weinig, maar in 250 woorden de belangrijkste punten. Categoriseer die dingen, dan wordt die hele tekst voor doorgelopen voor je. En je krijgt een overzicht van, wat zijn de belangrijkste punten daaruit. Het kan heel veel tijd schelen voor jezelf om iets te lezen. Precies, en als die klaar is met die samenvatting, dan kun je zeggen, pas dit nu eens toe op deze en deze casus. Wat betekent dit voor dit en dit? Dit lezende, hoe zou je dat op deze manier doen? Ja, zo interessant, want ik ben sowieso al iemand die dan hele delen alleen maar op zoek gaat naar de kern. Dus je skimt die informatie en dan ga je checken. Ja. Maar de kans is natuurlijk vrij groot dat je toch een kernpunt mist. Terwijl Zeker. Dat is natuurlijk het gevaar van elke samenvatting. Zitten daar alle juiste punten in? Ja, maar ik denk wel dat ChatGPT een duidelijkere kernpuntige samenvatting uit kernpunten kan maken dan dat ik denk dat ik kan maken. Ja, dat klopt. Dus dat om een samenvatting te maken kost je meer tijd dan om de tekst alleen te lezen. Dus daarin zit eigenlijk meer werk dan de tekst lezen, om het zo maar eens te zeggen. Dus daar zit zeker wel... Wel veel potentieel om tijd te besparen, laat ik het zo zeggen. Weet je, waar ik het zelf ook heel tof voor vind, is voor brainstormen. Dus de dingen van, vaak is het lastig om, als je de een heeft er wat meer aanleg voor de ander, dan moet je natuurlijk ook zeggen, maar als je naar een leeg vel zit te kijken en je wilt iets verzinnen, je wilt een goede bedrijfsnaam, je wilt een campagne starten om een boek te lanceren. Nou ja, dan kun je natuurlijk kijken welke formatje kan ik vinden. Ja. Je kan ook gewoon eens gaan sparren. En zeker ook die vragen stellen. Want het gaat heel erg om die interactie. Want één zinnetje en dan de output, oké. Maar dat je bijvoorbeeld gaat starten en zegt van, nou, ik heb een nieuw boek. Ik wil dat gaan marketen aan, weet ik veel, aan mensen die ChatGPT nog niet zoveel gebruiken. Ik wil dat het een leuke naam heeft, de campagne. Ik wil iets over het budget weten. Wat zou een leuk evenement zijn wat erbij past? En dan kun je ook nog zeggen, stel me eens even wat vragen voordat je begint met ratelen. Dus dat je zegt, wat wil je nog weten erover? Zodat hij zelf ook die kans pakt. Ik heb die dingen gedaan. Ik vond, voor oppervlakkige dingen zeg ik ja, maar voor de echte diepgang in digitale marketingstrategieën en echt de diepgang zit, die kon ik er niet uit pikken, zeg maar. Daar was het nog wel vrij oppervlakkig qua ideevorming voor mij. Ja. Ja, ik herken wel wat je zegt. Dus echt feitelijk vakinhoudelijk en echt een visie hebben achter iets waar je naartoe werkt. Daar kon ik nog niet mee uit de voeten. Nee, je ziet het iets verbeteren. Ik weet niet of je 4.0 gebruikt of 3.5. Dat maakt een beetje een verschil. Ik heb de beta van de volgende versie, Ja, precies. Ik weet niet welke versie het is. Nee, maar dat zou dan nu 4.0 zijn waarschijnlijk. Okay. Maar ook daar worden de functies steeds weer geüpdate. Dat is op zich niet zo boeiend. Maar over een tijdje kan het wel. Dus in de basis heb je wel gelijk, weet je. Hij is een beetje oppervlakkig. En ook een beetje, hoe zal ik het zeggen, Noord-Amerikaans. Hè? Dus je ziet ook heel veel in de teksten. Niet dat er aan zich iets mis mee is, maar het is gewoon een beetje een mismatch met onze cultuur. Dus elk briefje is, hi, ik hoop dat je een super gave dag hebt. Dingen die je niet zo snel in de Nederlandse zakelijke communicatie tegenkomt. Nee, okay. Dat zijn wel dingen, als je ook kijkt, bijvoorbeeld, geef eens voorbeelden, zit dat ook vaak in de superhero hoek, zeg maar. Hè? Het is allemaal een beetje... soms is wel eens een beetje Amerikaans in zijn voorbeelden. Dat is wel... dat gaat een beetje vervelen op een gegeven moment. Het wordt een beetje vlak. Dus je moet heel erg die creativiteit er zelf ook in stoppen. Maar voor ideation, zeg maar, om logo's, bedrijfsnamen... logo's dan niet nu. Logo's, daar heb je weer andere functies voor. Heb je andere functies voor. Het is er wel met AI, maar niet...
Nee, dat is niet in ChatGPT. En daar zou ik het ook niet voor gebruiken. Maar wel, bijvoorbeeld, stel je voor, ja, geef me 10 opties voor een bedrijfsnaam in microfoons. En ja. Maak het een grapje, want alle microfoons zijn van Groom. Dus doe daar iets mee. Dan komt hij met 10 best wel leuke dingen. En als je zegt, die tweede vind ik wel aardig, maar het is hem net niet. Ze doet er nog eens 5, zoals 2. En dan, ja, er komt best wel vaak iets uit. En zeker als je daar met een groep vervolgens weer mee verder gaat. Het helpt dat proces wel heel erg. Nou vond ik zelf de interfacing en de manier van communiceren eigenlijk heel erg organisch. Voor mij voelt het echt als een verlengstuk van mezelf. Oh ja, doe ik even die vraag en dan stel ik nog even die vraag. En dat werkt eigenlijk heel intuïtief voor mij. Ja. Nou heb jij ook met mensen die zeg maar niet computers als eerste natuur hebben. Ja. Heb jij ook gezeten. Is dat voor hun dan een hele brug om naar die... Het is best wel gorddroog, hè, dat scherm zoals dat er nu uitziet, eigenlijk. Hè? Je bent gewend in die omgevingen te kijken. Ik vond het chill. Maar... Ja, er zit weinig onnodigs in, dat is het sterke ervan. Ja. Maar het heeft in dat opzicht ook niet een heel uitnodigend karakter op een grote groep. Echt? Ja, en dat zit hem erin. Ja, je hebt het gezien toch, het is een vierkant scherm, er zit een tekstvakje. Ja, precies wat ik nodig heb. Ja. Het is super, super to the point. Maar een ander, ja, die ziet toch die hele interactie. Voelt niet heel uitnodigend. Je ziet dus ook heel vaak in zo'n chatvenster, er zit een fotootje bij, er zit een dingetje bij. Dat is hoe het vaak op een helpdesk of in dat soort dingen zit. Het nodigt mensen, niet ieder mens voelt zich heel erg uitgenodigd om er heel erg mee te interacteren. Ja. Wauw. Ja, ik vind het wel grappig dat het je zo verbaast. Ja, omdat voor mij is gewoon, het zit aan mijn toetsenbord vast. En relaxed, weet je, ik kan snel, oké, relaxed. Ja, ja. Nee, dat is ook zo. Ik vind het zelf op zich ook fijn. Ik weet niet of je de app-versie ook hebt. Nee, ik gebruik eigenlijk alleen op de computer. Ja, dat is ook wat ik altijd zeg. Als je kan veel sneller typen, maar natuurlijk. Ik doe nooit via voice commands. Ik weet niet of dat nu al... Ja, dat kan op de beta-versie. Okay, kan dat niet, ook. Ja, voor mij heeft het niet zo superveel toegevoegde waarde. Maar ik zou zeggen, ga je ermee experimenteren. Altijd even op de PC of laptop, weet ik veel wat. Want dan heb je dus inderdaad veel meer dat je echt met stukken tekst heen en weer kan copy-pasten, dat soort dingen. Dat werkt toch echt wel een stuk fijner. Maar ja, dat is wel... het is niet per se uitnodigend. Daar zijn ze ook wel mee bezig. Je ziet dat Bart van Google, zeg maar, hè, dat is een beetje een tegenhanger. Die krijgt ook eigen karakters. Dus dat je kan spreken met de Nico of de marketeer. Dus dat je echt kan kiezen. Ja. Met welk persoon ga ik nu een gesprek aan? Met welke rol? Ja, voor mij is het niet echt dat het gord droog is. Ik hou juist niet zo van die dingen eromheen. Maar dat is Ik zeg vooral iets over jou. Nee, maar ik ben gewoon gord droog. Ja, jouw woorden, niet de mijne. Nee, maar dat hoor ik wel terug, laat ik het zo zeggen. En je kunt het wel een beetje opleuken. Ze beantwoord mijn vraag alsof je een jongetje van 7 bent, bij wijze van spreken. En dat heb ik ook wel eens gedaan. En dan zie je dus inderdaad dat hij in hele kinderlijke bewoordingen terugkomt. Dus ja, alles kan. Leuk. Ja. En in welke commando's of welke prompts hebben we nog meer die... We hebben nu 3 van die hoofdstukken, heb ik er genoemd. Brainstormen of creatief schrijven vind ik zelf ook een hele leuke. Dus dat je gewoon zegt van, geef een paar ruime criteria mee en begin met iets en ga dan daaraan toevoegen. Ja, want je kunt dus ook fantasie eigenlijk, je eigen fantasie wat structureren. Van, dan wil ik die kant op. Ja, zeker, natuurlijk. Ja. Geef 10 ideeën je voor. Juist als het nog niet zoveel structuur heeft, kan hij daar best wel veel structuur in aanbrengen. Ik zal ongeveer... geef mij eens een aantal opties voor een vakantiebestemming die je niet zo snel kiest. En dan komen daar ook dingen uit. En ik denk van, dat is inderdaad wel echt even iets anders. Dat je gewoon een beetje op ideeën wordt gebracht, laat ik het maar zo zeggen. Ja, je kan het ook heel goed gebruiken om dingen te vergelijken. Dus van, wat is beter? Dat is wel grappig. Als je dat gaat uitwerken, wat is beter? Een kat of een hond? Of wat is beter als huisdier? Wat zijn de verschillen? Nou, dan gaat hij dus alle kanten op en hem uitleggen. Een kat is zelfstandiger, die kan zelf spelen. Een hond is aanhankelijker. En dan kijkt hij dat. En dan kan je ook zeggen, en leg het nu eens uit alsof ik 3 jaar ben. Dan gaat hij dat uitleggen. Poes kan spelen, maar die kan voor zichzelf zorgen. Volgens mij heb je echt niks te doen. Hè? zo breng ik mijn dagen door, Nico. Ochtend open. Wat zou ik vandaag, wat voor opties heb ik om vandaag te gaan doen? Ja, maar weet je wat ik ook heb gedaan? Ik schrijf nu een thesis voor een promovendus over het verschil tussen katten en honden voor een veterinaire promovendus. Dan komt daar dus ook een heel stuk uit met allerlei literatuurverwijzingen, probleemstellingen en dat soort dingen. Dus ja, binnen, en daar gaan ook 2 hoofdstukken over, binnen de scholen. Ja, educatie, academische wereld, ook in de middelbare schoollokalen, zeg maar. Ja, kijk, dat is bijna een ongelijk
belangrijke strijd, hè, tussen docenten en toch ja, de digital natives die ze tegenover zich hebben. Van, ja, wat vroeger best wel een belangrijk onderdeel was, van, en nog steeds denk ik, van lesgeven, van onderwerp doorgronden, was toch het op een goede manier op papier krijgen van je kennis. Ja, daarin is iets fundamenteels veranderd. Namelijk dat je met een paar druk op de knop een vrij behoorlijk stuk krijgt. En ja, daar is het. De onderwijsinstellingen zijn daar over het algemeen nog niet klaar voor. Je ziet nee, maar dat moet je ook gaan afvragen. Is die skill überhaupt nog wel nodig? Dat is natuurlijk de vraag die meteen op tafel als ligt. Als je iemand gaat opleiden om iets te doen wat eigenlijk niet meer nodig is, dat is best wel. Ja, maar goed, ja, dat is eigenlijk per definitie wat er natuurlijk gebeurt. Dat is ook niet gek, hè? Dat is ook niet raar. Opleiden voor het verleden. Je maakt de onderwijsinstellingen, die stellen een onderwijsprogramma vast. En dat wordt met de tijd geïmplementeerd, ja, tegen de tijd. En dat hangt ook heel erg af van de kwaliteit van docenten. En kijk, uiteindelijk is het ook niet verkeerd om een stuk te kunnen schrijven. Het is alleen even de vraag of dat over 10 jaar nog dezelfde belang heeft als nu. En ja, je geeft eigenlijk het antwoord al op die vraag. Waarschijnlijk niet. Maar goed, het goed gebruiken van technologie, het goed kennen van wat is waarheid. Ja, dat soort dingen worden wel steeds belangrijker. Ja, het zijn altijd wel belangrijk geweest. Ja, zeker. Zeker. Dat is waar. Maar het is nooit anders geweest. Ik bedoel, er komen altijd dan gelijk extremistische voorbeelden in me op. Maar ik denk dat het voor alle tijden, en er zijn natuurlijk oorlogen geweest die ook best wel gewelddadig zijn geweest, waarbij mensen op foutieve informatie die aannames maken, terwijl er nog geen computer is. Ja, nee, dat klopt. Dat is van alle tijden. Dat is de bewustwording van de mensheid in van, hé, maar het zou ook niet zo kunnen zijn. Ja. En dat eigenlijk bijna alles een aanname is. Ja, zeker. Dat is een beetje het uitgangspunt van de post-truth society. Hè? Dus dat je is inderdaad, dat zo? Ja, dat je inderdaad zegt van ja, wat waarheid is, dat lijkt soms bijna subjectief te worden. Terwijl dat natuurlijk niet is, hè, voor de duidelijkheid. Want heel veel dingen zijn natuurlijk wel echt zo of niet zo. Hè? En dat is een beetje de wetenschappelijke benadering. En die twee staan natuurlijk een beetje tegenover elkaar. Maar feit is dat je kunt verwachten dat we nu in de komende periode met heel veel informatie worden overladen, waarvan je niet altijd één op één kunt nagaan van klopt dit nu of klopt dit niet? En dat is wel belangrijk om daar een soort strategie voor te ontwikkelen. Ja, maar die strategie even in het heel klein. Hier in het bedrijf komt er iemand naar me toe die zegt ik heb capaciteitstekort. Ja. Ja, dan is dat waar of niet? Dus de eerste vraag is, ga je fact-checken? Ja, dus dan ga je het in kaart brengen. Oké, laten we samen kijken. En dan ga je kijken. En wat blijkt uiteindelijk? De persoon heeft moeite met plannen. Ja. Die heeft niet capaciteitstekort. Die heeft misschien een skilltekort of wat dan ook. Niet expres ook, want er zit helemaal negatieve intentie achter. En dat zie je toch wel vaak gebeuren. Dat zeg maar wat er alarmerend wordt gezegd, is niet per se wat er echt daadwerkelijk aan de hand is. Ja, het is meer een symptoom. Hè? Ik kan het even niet meer aan. En ik zeg, er moet iemand bij komen. Terwijl misschien kun je het wel niet meer aan. Net wat jij zegt, zet al je taken op een rijtje. Plan de 3 belangrijkste. En in één keer kun je het wel weer aan. Ja, dus hoe zie jij dat? Want is dit, want laat het bij ChatGPT houden. Want dat factchecken. Ja. In hoeverre wordt er nu gewoon gezegd wat de output is, is nu wat het is? Dat is wel een goede vraag. Kijk, ik pak hem even op 2 manieren beter. Aan de ene kant denk ik van, kijk, een stuk transparantie over hoe een antwoord tot stand is gekomen is eigenlijk problematisch. De ontwikkelaar hierachter heet OpenAI, maar in de praktijk is het niet zo heel erg OpenAI, zeg maar. Closed AI. In die zin dat het niet meteen duidelijk wordt van, joh, hoe komt dit nu tot stand? Je kunt wel wat vragen, maar ja, er zitten rondom auteursrechten, rondom herkomsten, bronnen. Ja, wat lees ik nu eigenlijk? Wie heeft dit nu uiteindelijk geschreven? Dat ding bedenkt niks zelf. Het is alleen maar het voorspellen van het meest logische antwoord. Dus ja, of dat dan waar is of niet, dat gaat een klein beetje, sneuvelt dat in dat proces. Als het gaat om, hoe zou je daarmee om moeten gaan, zeg maar, zou je misschien er ook naartoe moeten dat alle AI-gegenereerde content iets van een soort van een trademark zou moeten krijgen, zodat je ergens in die teksten kunt zien, dit is door AI gegenereerd, om maar wat te noemen. Zodat je Ze hebben nu wel andersom met blockchain, dat je kan zien dat het authentieke, originele content is. Ja. Ik heb nog niet gehoord dat er met blockchain, dat er dan wordt gezegd, oké, dit is AI-generated content, maar dat kan natuurlijk wel.
Ja, dat zou zeker kunnen. Alleen ja, die blockchain die loopt dan wel snel vol natuurlijk. Want als je ziet wat er op een dag gegenereerd wordt. Ja, dat is wel... Volgens mij is dat op te lossen. Ja, daar is vast een oplossing voor. Maar wat vooral belangrijk is, weet je, de herkenbaarheid van... En dat geldt zeker voor video en beeldmateriaal. Hè, want kijk, je kunt inderdaad... Of Jip en Janneke nu wel of niet door Annie M.G. Schmid is geschreven. Dat is nog tot daaraan toe. Maar er zijn natuurlijk ook dingen die echt van wezenlijk belang zijn. Of het wel of niet klopt. Er zijn mensen die medisch informatie gaan opzoeken daarin. Hoe moet je dat doen? Is dat handig? Wat zegt de wetgeving daarover? Dat mensen dit gebruiken en dat ze dus... Maar dat is met Google eigenlijk, ja. Ja, nou ja, dat is een beetje onontgonnen terrein, Nico. Er is wetgeving onderweg. Hè? De AI Act, dat is een Europese wetgeving. Die geeft allerlei hoog risico factoren weer voor waar moet je nou extra voorzorgsmaatregelen nemen als het gaat om AI, ik denk bijvoorbeeld aan kwetsbare groepen, medische informatie, gezichtsherkenning, dat soort dingen. Hè? Social scoring, dat is ook zo'n doembeeld, hè, uit China, van je hebt niet geremd bij de zebra, nu mag je de metro niet meer in. Dat idee, hè. Dat is wel waar ik het voor gebruik. Ja. Je hebt de koffieautomaat niet schoongemaakt. Ja, precies. Jij krijgt geen koekje als je bij de automaat staat. Ja, je zou het kunnen doen. Ik zeg ook niet dat het niet werkt. Er is alleen bepaald dat toch in Europees verband onwenselijk is. Maar goed, dat gaat in 2026 in. Dat ligt nu nog onder het mes, zal ik zeggen, die wetgeving. Dat verandert misschien nog tegen diezelfde paradox. Hè. Tegen de tijd dat 26 is, zijn er alweer dingen die we nu nog niet verzonnen hebben. Hè. Dus dat is een probleem. En aan de andere kant zit je met auteursrechten bijvoorbeeld. Van, ja, als ik vraag, geef een samenvatting van het boek To Sell is Human. Dan geeft hij gewoon een uitgebreide samenvatting. Die tekst die is op een manier auteursrechtelijk beschermd. Maar of dat hele boek is geüpload, of dat is gelezen, is daar iets voor betaald? Mag die tekst nu vrij gebruikt worden? Hoe werkt dat, weet je wel? Daar komt eigenlijk niet echt een duidelijk antwoord op. Er is ook nog geen jurisprudentie over hoe dat nou precies zit. Maar ja, er zijn allerlei auteurs natuurlijk wel... Ja, we hebben daar een unheimisch gevoel bij, zeg maar, een mooi Duits woord te gebruiken. Dus ja, zeg het maar, Nico. Dat is iets wat je eigenlijk ook moet gaan uitvinden. Als samenleving, maar ja, weet je, daar kunnen wij niet zoveel mee. In die zin dat het leuk is om daar een bijdrage aan te leveren. Maar je zit ook gewoon met je eigen bedrijf, met je omgeving. Wat is nou wel toegestaan om te gebruiken, wat niet, weet je wel? En dat is ook waar dat laatste deel van mijn boek heel erg over gaat. Hoe kun je nu op een goede manier mee omgaan binnen een bedrijf? En voor mij is dat je sowieso bepaalt dat je de juiste kennis in huis hebt. Dus... Zorg dat je iemand hebt die voor jouw organisatie de informatie op de hoogte houdt. En dat hoeft echt, dat is geen fulltime baan, maar zeg het als een soort AI-officer die het veld scant van wat speelt er zo'n beetje op AI-gebied, hoe beïnvloedt dat ons vakgebied en wat zijn de implicaties en die daar eens in de zoveel tijd de organisatie op een goede manier over informeert. Dus je in ieder geval weet met z'n allen wat er speelt. Dus wij hebben eigenlijk nooit nagedacht over die risico's. Wij gebruiken het bijvoorbeeld om podcast te editen, druk op een knop en dan... ChatGPT, maar dan andere AI-functies. Maar dan hebben we eigenlijk binnen 15 seconden een podcast geëdit. Ja. Ja, dat is fantastisch. Waarom zou ik het niet doen, weet je wel? Dus er zijn heel veel dingen die we daarvoor eigenlijk gebruiken. Maar we hebben geen wetgeving of regels of... we hebben niks opgesteld om daarover te hebben. Dus dat is wel... Ja, misschien dit vakgebied is natuurlijk vrij organisch, dat je denkt... Oh, ja, natuurlijk. Ja, en dat hangt natuurlijk van je organisatieschaal af en ook van het type informatie dat je verwerkt. Hè. Kijk, verwerk je patiëntgegevens, dan sta je natuurlijk op een iets andere manier in de wedstrijd dan als je creatieve campagnes maakt. Dus daar moet je ook naar kijken. Wat is nou eigenlijk het risicoprofiel van de informatie die wij invoeren? En daar moet je wel eens over nadenken. Want aan de andere kant, je zegt, we doen dat geautomatiseerd, het editen van podcast. Maar ergens ga je dan waarschijnlijk ook video uploaden op een server of wat dan ook. Of heb je ergens, geef je informatie uit handen die van jou is, die misschien niet helemaal van jou is. Ja, maar ik vind dat helemaal, maar dat is hoe ik erin zit. Zeg maar, het bezitten van mensen en het bezitten van informatie en het bezitten van personeel. Ja, volgens mij is dat sowieso een beetje een eindig tijdperk. Ja, sowieso. Dus de openheid van al dit soort informatie. Kijk, ik heb toevallig met iemand een discussie hierover gehad. Die wilde dat we alle YouTube-video's downloaden voor hem. Denk, ja, het staat op YouTube van iedereen is het. Je hebt de voorwaarden geaccepteerd. Je hebt het openbaar gezet.
ja, dan is het al, zeg maar, heeft het al zijn eigen leven. Ja, 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 ja. Ja, je krijgt het niet meer in de doos, zeg maar, terug. Nee, ja, dat is waar. Maar dat is ook niet het probleem, denk ik. En het hangt dus ook heel erg af van wat voor type gegevens je verwerkt. Kijk, je ziet... Ja, ik snap klantgegevens en dat een ziekenhuis die een heel personeels of een patiëntendossier uploadt en dan zegt, wat is hier de gemiddelde ziekteduur of wat dan ook, dat niet echt heel wenselijk is. Nee, precies. Dat is een voorbeeld. Maar je ziet dat ook in meer in de patentenhoek, hè, of in technisch ontwerp, hè, van producten. Van, nou ja, je wilt niet dat je eigenlijk de gegevens rondom eigendomsrecht, rondom dat soort dingen systeem belanden. Ja, stel dat jij een technisch idee hebt en je gaat het uitzitten sparren met GPT, dan voed je hem eigenlijk op dat iemand anders ook dat technisch idee zou kunnen uitleggen. Ja, ja, hoe dat precies werkt, dat weet niemand. Dat weten we eigenlijk niet. Dat weten we eigenlijk niet. Je weet alleen, je geeft iets uit handen. En zeker als dat op een gegeven moment dus is terug te leiden tot jouw bedrijf, ja, dan heb je natuurlijk wel een probleem. Ja, dus stel dat ASML uitlegt hoe ze die chips produceren en je vraagt dan aan... Nou, stel je voor dat er iemand zit, die krijgt zo'n manual van een van die hele ingewikkelde machines die piepkleine dingetjes kan maken. Die zegt van, nou, dit ga ik dus niet helemaal doorlezen. Vat dit voor mij samen. En hij gooit dat hele ding erin. En dan krijgt hij een leuke antwoord. Nou, dat heb ik wel slim gedaan, denkt hij. Maar aan de achterkant heeft hij dus die hele manual weggegeven. Aan iedereen. Die dat daar kan vinden. Ja, exact. En dat is dus de andere kant van, wat voel je nou wel en wat voel je niet? Een beetje afhankelijk van je context. Van ja... Kijk, het beantwoorden van mailtjes van klanten, dat is iets wat half Nederland zit te doen. Hè? Dat is triest misschien, maar dat gebeurt heel vaak. Ja, hoe vul je die in? Kijk, ik denk dat het prima is om te zeggen van, formuleer eens een reactie met deze en deze uitgangspunten en deze uitgangspunten op die e-mail. Maar ik zou dan, als je die e-mail uploadt, zou ik wel even de klantgegevens weggaan. Als er specifieke dingen zijn die te herleiden zijn naar de context, haal dat eruit. Ja, want je hebt toch een beetje bewustwording bereikt bij mij. Dan denk ik, bijvoorbeeld, ik heb heel veel digitale strategieën. Heb helemaal strategie uitgedacht hoe je dat moet doen en hoe je dat aan moet pakken. Die hele aanpak staat gestructureerd erin. Ik upload dat en vervolgens gaat iemand anders zeggen, hoe maak ik een online marketingstrategie? Ja, dan gaat mijn plan. Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. Want ook jij hebt een paar vinkjes aangevinkt, zeg maar. En dan ben je dat inderdaad, ik zal niet zeggen dat je het kwijt bent. En je moet de risico's ook niet overdrijven, Nico. Zo is het ook. Alleen je zou wel je organisatie op zoek kunnen gaan van, ja, waar zitten nou specifiek punten waar je even op moet letten, zeg maar. Waar het misschien mis zou kunnen gaan. Dat is, ik denk, misschien voor jullie weer anders dan, kijk, de US Space Agency, die is er helemaal mee gestopt. Zeg, we doen dit gewoon helemaal niet. Ook niet om het rooster voor de corvée op te stellen. We doen het gewoon niet meer. Dat is een keuze, is de meest radicale. En iedereen free for all, doe maar wat. Dat zit helemaal aan de andere kant. En ja, je doet er wel goed aan natuurlijk als bedrijf om iets na te denken van, nou ja, wat zijn de no-go's binnen ons bedrijf? Hoe zorgen we dat we op de hoogte blijven? En nou ja, wat komen we zoal tegen? Wat zijn je learnings? Waar ben je enthousiast over? En dat soort dingen. Want er zit ook heel veel best practices in. En omdat iedereen nou achter zijn pc uit te laten vogelen, want dat is nu een beetje wat er gebeurt, hè. Zitten met mensen wel eens met acht bij elkaar van, wat zijn onze top prompts? Waar zijn we nou echt super tevreden over? Ja, dat is natuurlijk ook wel iets. Hè? Het is nu toch een beetje in het schimmige gedeelte vaak van de bedrijfsvoering. En daar moet het gewoon uit. Waarom zou je? Het is een super techniek. Dat kan je zoveel brengen. Eens. Staat dit in het boek? Ook ja, over staat de integratie. Ook. Dus het is best omvattend, want je hebt die prompt. Nou, dan kun je dus eigenlijk direct aan de slag als je dat begrijpt. Ja, dat is het grootste gedeelte, hoor. Dat is gewoon, en ook er zitten ook allemaal stukjes in van hoe ziet dat er dan uit? Wat zegt hij dan terug? En ook gewoon probeer ik hem af en toe gewoon gekke dingen te laten zeggen. Of probeer ik ze van, nou, dit vind ik niet goed, dit vind ik wel goed. Of, nou ja, je ziet, het is een beetje een pleaser, hè. Dus hij gaat heel erg mee in wat je zegt. Dus daar moet je ook op bewust van zijn. Dus dat zit erin. En stel dat mensen hier wat mee willen doen, dat iemand luistert en zegt, nou, ik wil ermee aan de slag. Dan kunnen ze dan nog case bellen hiervoor, want... Wat ik doe, zeg maar, is mensen inspireren sowieso, hè. Van, hoe kun je dit gebruiken? Nou ja, een deel hoeft al lang niet meer geïnspireerd te worden. Uh-huh. Een deel moet worden wakker geschud. En ja, dat andere stuk is dat stukje bewustwording. Hoe ga je nou de risico's die jij je organisatie hebt met dus het delen van gegevens? Joh, mag iedereen dat zomaar doen? Wil je dat? Of wil je daar een beetje grip op krijgen? Wil je daar met z'n allen afspraken over? En dat zijn juist trajecten die ik ook begeleid. Van, ja, hoe kun je ervoor zorgen als bedrijf dat je de juiste afspraken met elkaar maakt? Wie gaat hier nou de kar trekken? Hoe zorg je dat je een duidelijke strategie hebt om op de hoogte te blijven? Mm-hmm. En hoe zorg je ook dat je niet dat bedrijf wordt dat de krant haalt met dat artikel over dat datalek? Want dat is gewoon een risico. Waar kunnen mensen jou vinden? We hebben een leuke website voor chatwise.nl, chatwijs, chat-wijs.nl.
En daar, sowieso hou ik allerlei artikelen bij daar over wat er allemaal gebeurt. Want dat is leuk als je een boek hierover schrijft, Nico. Het is eigenlijk achterhaald het moment dat het is geprint. En dat is ook wel weer grappig. Dat merk ik ook in de research hier naartoe. Weet je, alles wat je doet. Je drukt op de. Als je iets googelt en het is 3 jaar oud, laat me zitten, hoef je niet te lezen. Dat is gewoon achterhaald. Weet je, dat is wel echt heel grappig. Dus daar hou ik ook gewoon alle lezers van het boek, zeg maar, gewoon op de hoogte van, dit is nu gebeurd. Er zitten ook wat handige prompts en dat soort dingen die je kunt gebruiken voor allerlei verschillende onderwerpen. Je kunt het boek daar kopen en dat soort dingen. Lezingen, lekker. Workshops, we doen er van alles, ja. Hey, en we hebben nog tijd voor één laatste vraag. En dan wat ik altijd vraag is, wat zou je eigenlijk nog willen beantwoorden of willen bijdragen wat ik... niet heb gevraagd aan jou? Oh ja. Ja, weet je. Ik ben er helemaal vol van, weet je wel. Wat ik nou heel leuk vind, is dat je het ook... Ik heb hem ook geprobeerd om hem in te... een van de vragen die mensen veel stellen is, heb je het boek zelf geschreven? Of heeft ChatGPT dat gedaan? Dat is de standaardvraag. Ik heb dat echt helemaal zelf gedaan. En helemaal zelf, ingewikkeld dan ook weer niet. Maar ik merk heel erg dat de schrijfstijl en de hele vorm, zeg maar, voor mij is dat echt super persoonlijk. Dus ik heb ervoor gekozen om dat echt gewoon zelf te doen. En ook omdat je dan je grapjes, je dingetjes, toch luchtig houden, weet je. Je kan er wat zware kosten maken, maar dat is ook niet mijn bedoeling. Dus ik heb het zelf gewoon wel helemaal gedaan. En dat is, ik zie ook niet zo snel hoe dat anders kan met de huidige techniek. Anders dan dat je dus een vlak verhaal krijgt. En ja, een van de leuke dingen is wel om een soort dat is een andere vraag, zou dat kunnen zijn. Kun je het ook inzetten voor slechte dingen? Hè? Dat heb ik ook wel geprobeerd, gewoon ook als experiment. Ik zag dat toen mijn account ook geblokkeerd was de dag daarna. Dat is zo grappig. Van schrijf een plan voor een bankoverval. Vertel me hoe ik mijn buren moet afpersen. Dat zijn dingen, daar gaat hij er allemaal niet op in. Dat is een soort code of conduct. En daar staan allemaal dingen in die wel en niet mogen. En voor een deel is dat ook alweer politiek geladen, zeg maar. Van wat wel en niet kan en dat soort dingen. Dus dat is ook wel iets om in je achterhoofd te houden. Maar aan de andere kant, als je zegt, veel schrijven verzendmail bij een DHL-pakketje. En geef ik even een plekje voor een link om door te klikken. Dan wil die dat wel gewoon voor je doen. En als je dat in Deens of in het Arabisch of in wat dan ook, kan die dat ook allemaal voor je doen. Dus daar is je phishing-e-mail, heb je er wel zo mee gegenereerd, zeg maar. Lekker. Ja, ja. Nou, ik wil je bedanken voor deze podcast. Ja. Leuk dat ik er ook weer wat van heb opgestoken, zeker op het legal stuk. En ik moet er nog even op kouwen wat ik daarmee ga doen. Snap ik. En mocht je nou deze podcast luisteren en je hebt ervan genoten, laat dan even een berichtje achter. Dat kan op LinkedIn, dat kan op YouTube, dat kan op Spotify. Als je een reactie plaatst, dan zorg ik ook dat Kees die mee kan lezen en dat we die beantwoorden. Het is ook tof om te zien dat mensen dit waarderen en dat... Dat motiveert mij ook weer om deze podcast te blijven maken. En ik maak experts uit de kleren eigenlijk, omdat ik het belangrijk vind dat we op social media niet alleen content hebben die heel populistisch is, maar ook inhoudelijke content hebben die ons verder brengen in het leven. Ja, en als jij dat wil en je wil leren, dan is deze podcast echt voor jou. Dus ik zal zeggen, tot de volgende podcast. Dank je, Nico. Leuk om hier te zijn. Top.